Ik zat in trein 5 en mijn lul stond stijf. Naast me zat een lekker wijf. Kwam het gaan, toen kwam een oud wijf die zei: zeg, zou je iets voor me opstellen? Ik zei: luister terug met je rimpelkut. Alleen zit hier en ik ben blut. Geef je geld of ik gebruik geweld. Toen kwam de controller aangesneld en zei heel wijs: heel hou je geduist, geef me eens je plasbuis. Ik zei: luister schat, dacht jij echt dat? Arjen daarna de tramcar had, toen kwam de chauffeur en die sloot de deur. En zei toen met zijn grote scheur: een mobilefoon, jij hebt pech, politie is al onderweg. Ik zei: luister maat, ik ben van de straat. Tegen wie de neukje praat, ik gaf hem een douw en pakte gauw mijn schietpistool ging. Iedereen begon te rennen, maar niemand kon eruit, ik sprong er om afkeers door het raak. Iedereen raakte in paniek en ik bleef maar schieten op de kliek. Met een oude aanbouw. De politie en de moederneuk en de justitie. Maar ze hadden pech, want ik was al weg. Zie je Defi al in een cel? Kom zeg, je vindt ons misschien een beetje raar, maar we zijn gewoon een moordenaar. Een moordenaar. Een moordenaar. Een moordenaar, een moordenaar. Op zondag wordt daar niet gewerkt, dan zitten alle mogolen in de kerk. Volgens mij schenken ze daar geen wijn, laat mij ook eens gaan worden gaan. Hij sprak zij. En inderdaad, we lagen in de deuk. Er wordt de dominee veel groen. Ik speelde dominee op het kerkhof. Iemand zei: deze plek is heilig. Ik zei: nou niet meer. We klommen over een wand en aan de achterkant staken we de kerk in brand. Het vuur was zo heet, smolt de ruiten. Brandende mensen renden naar buiten. Dacht nog wel, because we snel de kerk veranderen in een hel. Maar, we zijn gewoon een moordenaar. 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 Een moordenaar.